maandag 28 december. Welkom bij deze derde Moze Info Special. Vandaag schrijven we Detlef Bervar en Bo Bervar aan. En we gaan terugkijken op het kalenderjaar 2009. Welkom. Het jaar 2009 zit er alweer haast op. Het is een goede tijd om terug te blikken op het jaar. Er is veel gebeurd. Ze promoveerde de wedstrijdploeg en waterpolo en behaalde Linda haar trainer A-diploma. Ook was natuurlijk het jubileumjaar. Clubkampioenen van 2008-2009 waren Romy Ewals en Luc Jansen. Detlef Bervar heeft dit jaar zijn klokexamen gehaald. We gaan met hem praten. Hallo Detlef, je bent dit jaar geslaagd voor je klokexamen. Waarom heb je besloten deze cursus te volgen? Nou, het feit omdat Bo Bervar bij Club Regio Moezen zit, al sinds een jaar. En in die tijd dat hij een wedstrijd gaat volgen, zit ik maar te niksen. Dus ik dacht, in de tijd dat hij wedstrijd zwem, ga ik klokken. Bo, vind je het wedstrijd zwemmen leuk? Ja. Ja? Heb je al veel medailles? Ja. Hoeveel weet je dat ongeveer? 3 gouden, 1 zilver en 1 bronzen. Oké, is het moeilijk om te klokken? In het begin wordt het moeilijk, want er zijn zoveel regels. Je moet de zwemplagen kennen, de keerpunten. Het was een heel gedoe, maar uiteindelijk viel het dat wel mee. Oké, wat vond je het moeilijkst om te doen? Het moeilijkste was eigenlijk hoe het hele bad eruit zag. Je moet weten welke regels waaraan het bad moet voldoen, aan welke regels waarvoor die vlaggen hangen. Die drijvers wat daar verschillend zit, de zwemvlag moet je kennen. Maar naarmate je vaker klokt, schaduwklok in het begin, leer je stap voor stap de technieken en de zwemvlagen. Dus het gaat steeds makkelijker. Bo, hoe vaak train jij per week? 3 keer in de week. 3 keer. En dat bij de sterrenplan of wedstrijdploeg? Bij de zwemkick. Bij de zwemkick, oh wat leuk. En wie geeft jou dan meestal training? Linda, op vrijdag Pool. Oké. Je hebt al voor het ECHI mogen klokken? Ja. En hoe vind je dat? Leerzaam. En leuk. Wat vind je de moeilijkste slagen? Geen één slag. Nee, je vindt ze allemaal makkelijk te controleren? Te controleren. De vlindervlag... Dat vond ik in eerste instantie moeilijk, moeilijkste, maar het valt wel mee. Oké, heb je al eens iemand mogen disqualificeren? Nee. Nee, heb je dat geen één keer gedaan? Nee. Maar je blijft het wel met plezier doen, klokken? Je blijft het met plezier doen, zolang Bo het naar zijn zin heeft, dan heb ik ook naar mijn zin. Bo, jij hebt het voorlopig toch wel naar je zin? Ja. Oké, dan ga ik hierbij afronden. Allebei bedankt voor jullie komst. Je kon afgelopen week stemmen op de vraag waarom kom je niet kijken bij een waterpolo-wedstrijd. Vanaf vandaag kun je stemmen op de peiling zou je publiek willen zijn bij een special. En met dit bericht sluiten we deze Moze Info Special af. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we een kijkje nemen achter de schermen bij het Moze Info Nieuws. Iedereen een heel sportief 2010 toegewenst en hou je vingers eraan.